Yo mensen van de NMO Hub. Mijn naam is Colin van der Baas. En vandaag gaan we weer keihard dode Duitsers doden. Meest onsamenhangende zin die ik in 23 jaartjes ooit heb gezegd. Maakt even niet uit. We gaan weer lekker zombies kapot maken. Dat is natuurlijk wel... Het is leuk. Ik schrik af en toe best wel erg. En het is gewoon ja best wel verslavend om die fucking moffen te dood te maken. Oké, we gaan weer naar de Final Reich. Dat is de vorige keer. Die keer daarop, volgende aflevering, nieuw mappie. De Greusler House, of hoe dat ook heette. Laten we dit proberen. Ga ik meteen dit wapen kopen? Nee. Nou, of ik hem nu koop of straks koop, dat moet natuurlijk geen flikker. Oh, kut, maar dit is niet... Dit is weer de shotgun. Als je de vorige aflevering hebt gezien, toen heb ik gezegd, ik wil niet de shotgun. Wat doet Colin? Colin koopt de shotgun. Dit is echt heel zonde van mijn 500 Duitse mark. Kijk, nu heb ik net niet genoeg centen. Nu moet ik dus nog één ronde hier chillen. Wat is dit? Automatic self-revive? Could be nice. Wat staat daar? Lebenblitz! Ach zo, Lebenblitz. Ik wil Lebenblitz in het echte leven. Bluh. Hoer. Waar is die gast? Kut, zo moet hij nog laden ook. Daar heeft toch niemand tijd voor. Oh. Ik wou hem in zijn gezicht herladen. Oké, nu heb ik wel genoeg centen om hier naartoe te gaan. Groetjes thuis. Nu heb ik nog een klein beetje centen over... om het wapen te kopen wat ik daadwerkelijk wilde hebben. Ik heb niet genoeg geld om dat ding te kopen. Wat zo... Motherfucker! Ik kreeg een berichtje... Ah, stop nou! Ik kreeg een berichtje binnen op mijn Apple Watch. Ik wou het heel even... Nou, dat ga ik niet meer redden. Bericht binnen op mijn Apple Watch. Ik denk, die lees ik eventjes. En ondertussen word ik gewoon keihard gejumpscared door nazi's. Waarom moest dit? Waarom komen daar nou weer opeens vogels uit? Wat hebben ze met deze game gedaan? Dit is vroeger alleen maar heel fucked up, omdat je de hele tijd moest opletten. Omdat de hele tijd overal was het... Ja, ja, ja! Dat was vroeger namelijk het geluid van de zombies. En nu? Nope. Oké, nice. Dat was dat. Nu snel dit ding opendraaien. Tempo, ik heb niet de hele dag de tijd. Fucking Valve. Wave 4. Beter ook niet gelijk vliegjes in mijn oor. Nee, dat valt mee. Ga maar even weg. Stop! Schmetterling. Stop met leven allemaal. Top. Oké, we gaan nu snel naar de volgende Valve. Die zit hier. Want nu is de ronde dat die fucking... rennende klootzakken komen. En daar heb ik weinig zin in. Want die haat ik, want die zijn en snel en sterk. En gewoon ja, irritant, moeilijk te raken. Dat is één. Oh, je gaat niet achter mij. Oh! Oh! Son of a fuck! Oh, ik kan helemaal niet langs! Ah! Jezus. Niffelmaat. Ik was bij een partij in paniek. Dankjewel voor de armor. Oké, ik ga nu deze deur openmaken. Dan kan ik snel die laatste valve openen. Want dan kan ik de power aandoen. En dan kan ik meteen naar die mystery doos. Wat zit er allemaal in die mystery box? Wat zit er allemaal in die mystery box, joh? Een Apple AirPods? Een doosje? Een balletje? Lekker Snap King. Lekker bezig, Niffelmaat. Oké, de valves zijn allemaal geopend, officieel. Hey, oh, dit is weer zo'n rennende klootzak. Sterf allemaal een zeer pijnlijke dood, AUB. Fucking vampiers. Haha, au. Zijn ook altijd opeens weer heel veel, weet je? Maakt op zich geen reet uit. Opeens zijn er te veel. Oh, nee. Die was ik vergeten, deze zombies. Hoe vaak moest ik deze gast slaan? Oh, wat is dit? Oh, dat hek moet ik zo meteen pakken. Oh. Oh. Ik weet niet wat dit ding is. Oh, maximum ammo. Tuurlijk, laat Colin eerst ammo kopen, spel. Oh. Ai. Dit gaat minder goed dan ik had gehoopt.
Maat, sterf allemaal. Ook jij, ook jullie allemaal. Ha. Sommigen zijn echt tering dom, ouwe. Later, kaboom! Ik ga ondertussen deze tuur oefenen. Laat hem maar lekker lopen. Schiet op, deur. Schiet op, mystery doos. Oké, goed genoeg. Geen maar. Ik weet niet. Oh, dit is het mortuarium. Oh, mortuarium is meestal niet de plek voor zombies. Oh, waar ben ik helemaal, jongens? Ik ben heel ver opeens. Oh, hier is ook een deur. Ik doe gewoon zoveel maar. Oh, nee. Oh, dit is de deur naar de sewers. Oh, oh, oh. Dit is helemaal geen lekkere plek, zoals je ziet. Wave 8. Vorige keer was volgens mij wave 7 geworden. Dus we zijn verbeterd. Riverside, motherfucker. Wat is hier allemaal? Volgens mij doe ik echt veel te veel deuren open. En ga ik daar straks spijt van hebben. Sterf. Sterf, maat. Oh, jongens, ik vind het helemaal niet meer leuk. Ronde 8. Ik ben al nooit zo ver gekomen. Dit is ook echt letterlijk de tweede of de derde keer dat ik Black Ops Zombies doe. Dat je het even weet, hè. Of Black Ops World War 2 Zombies. Waarom had deze gast ook een nuke bij zich? I shrock me the ape laserus. Oké, maar... Wat moet ik hier doen? Oh, ik heb objecten. Find the power supply for the salt mine door. Infiltrate the dealers, find the supply. Wat is dit allemaal? Ik ben helemaal in de war. Oh, wat doe jij? Ik vind het helemaal niet meer leuk. Heel veel vampiers. Stop. Stop! Oh, waar komen jullie allemaal vandaan? Waar komen jullie toch vandaan? Duitsland! Missing parts. Ja, maar jongens, I have here no time for. Ik wil zo meteen gewoon lekker naar huis. Ik heb mijn job gedaan. De meeste zombies zijn kapot. Find the power supply for the salt mine door. Ja, maar de power supply die had ik toch al? Ja, op zich moet ik deze gast wel killen. Zodat ik rustig dat ding kan openmaken. Ja. Oké, snel dat ding open doen. En wat gaat hiermee gebeuren? Komen hier zometeen zombies uit? Want dat zou ik niet leuk vinden. Dan had ik bij mezelf gedacht, had dan maar dicht gelaten, Colin. Ik hoor weer veel te veel vliegjes voor hoe leuk het kan zijn. Tot zover. Maar ik heb nu dit ding opgedaan. What the fuck nu? Nog steeds niks? Oké, kan ik dit ding? Nee. Reroute access. Is er niet hints dat ik denk, oh, maar wacht, hier loopt een kabeltje wat dan eigenlijk daarheen moet. Nee, loopt hij allemaal niet. Hartstikke leuk. Laten we anders weer fucking 1000 zombies naar kunnen sturen. Oh, wave 11. Dat is goed gedaan. Vind ik zelf. Tot nu toe gaat het oké, I guess. Ik ben wel meer in paniek dan ooit in mijn leven. In alle kutmomenten uit mijn leven ben ik nu het meeste in paniek. Heb ik de hoogste hartslag. Ik voel de hele tijd mijn Apple Watch trillen van... Pikkenpijp, je hartslag. Jij mag zo de dokter bellen. Maar ik denk, nope, ik heb het druk. Ik moet zombies killen voor het vaderland. Ik moet nagaan dat als ik echt een super... Ik moet niet in de camera kijken. Ik moet wel gewoon door... Sorry jongens, ik wil jullie graag gezichtjes kijken. Maar ik ben even druk. Als ik dan echt een goede tactische speler was... Was er niks in de hand geweest, weet je. Dan kon ik nu gewoon ondertussen rennen en dingen doen. Maar nu ben ik ondertussen gewoon zwaar in paniek. Constant. En zit ik gewoon om me heen te schieten en een beetje te schreeuwen. Omdat ik gewoon, nogmaals, in paniek ben. Jij moet niet rennen. Jij ook niet. Oh, daar zat een hendel volgens mij. Love handle. Kijk, is dit die power supply? Ja, dat is de power, de command room. Dat moet ik misschien zo doen. Oh, ik kan hier niet langs. Lalalala. Ben in paniek. Kaboom, groetjes van Colin. Oh, weer een man met een nuke. Oh, dat is ook een hele vieze gast. Hij heeft die nuke echt in hem gegroeid gewoon. Gadverdamme. Waar de neuk komen jullie vandaan? Instant kill. Okay. Ik hoor weer zo'n gast met een nuke. Oh, deze gast heeft iets anders in zat. Oh boy. Oh, wat is dit voor gast? Wat is deze vent? Oké, maar de command room is nu aan. En nu? Wat kan ik hiermee? Hoeveel kost watermeloen? Het is echt de ziekste plek in mijn leven, jongen. Maar ronde 11, jongens. We gaan naar ronde 12. Kan ik dit nu al doen? Nee. Wat is dit voor geluidje? It's on a bloody timer. Activate both supplies.
Wat? Jongens, ik snap hier zo helemaal niets van. Het is echt insane. Oh, nee, ze gaan hier geen atomen omhoog sturen. Dat is niet de afspraak. Duitsland, we hebben afspraken gemaakt vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Van, yo, luister. Jullie hebben de Eerste Wereldoorlog echt ziekelijk verneukt. Beter doen jullie rustig. En dan zijn nu alle nazi's dood. En dan flikken jullie het gewoon alsnog met nazi's. Met zombies. Wat dan? Oké, het is hier een soort van semi-rustig. Behalve dat die armen op de grond liggen. Prima. Oh, ik moet daar sowieso ook nog helemaal naartoe. Oh, maar dat heb ik helemaal geen zin in. Dat is helemaal fair. Oké, we zijn weer in de sewers. Kijk, dit is best wel leuk, zo'n nuke. Want nu zijn ze allemaal in één keer kapot. Dit was echt de slechtste voice acting job die ik ooit heb gehoord. Holy shit, dit was helemaal kut. Oh, nu is deze uit. Die moet aan. Dan moet ik nu die andere aandrukken. Dan weet ik niet helemaal zeker meer waar die is. Die zit in die vuurkuil volgens mij, hè. Ik ren gewoon langs die zombies heen. Ze kunnen van mij echt, echt de tyfus krijgen. Ik heb wel beter te doen dan jullie deed het fucking neer te schieten. Oké, die zat hier volgens mij toch? Even kijken. Dacht ik tenminste. Of zat hij wel in die bunker? Ik weet het niet meer. Nee, hier zit hij. Maar die staat aan! Oh nee. Oh, maar daar kan ik niet langs. Ik moet hier naar boven. Ik heb ook net zojuist in mijn kamer heel veel vieze scheetjes gelaten. Want ik ben in paniek. Echt van die paniekscheetjes. Wel vol eiwitten. Niet wat je wil. Okay, dit ging tot zover beter dan ik had verwacht. We zitten wel met een ander probleem. Ik heb bijna geen ammo meer voor dit wapen. En dit wapen is wel mijn leven aan het redden. Also Colin schiet om zich heen met dit wapen. Yo, echt fuck off. Don't touch me, motherfucker. Oh, ik heb opeens maximum ammo ofzo. Ik weet niet wanneer dit is gebeurd. Stop. Laat me nou gewoon... Wat moest ik dat doen? Activate both power supplies before they reset. Ja, maar waar zit de tweede power supply? Als ik dat wist, dan was er nothing on the hand. Hoor je hem hijgen? Dit ben ik ook ondertussen terwijl ik niets aan het doen ben. Waar zit die andere? Ho! Waar de fuck is die tweede power supply? Ik hoor heel veel geluid. Waar ik niet per se blij mee ben. Wat doet dit? Faster reload speed. Dat is wel iets wat ik wil. Oh jongens, ik vind het ook nu niet meer leuk. Ik ben echt te lang al bezig, vind ik. Wat is dit? Oh, dit is hoogstwaarschijnlijk de bom. De bom in kwestie. Prima. Oh, ik kan hier niks. Oh, wat is dit? Oh, oh! Ja, of je loopt gewoon langs me. Oh, wave complete. Dit gaat super goed. Ik wil even full ammo. Oké, ga ik een nieuw... Oh, hier is die. Command room. Oké. Oh boy. Au! Oh, oh, dit is nog een hele grote opeens. Maar de wave is nog niet eens begonnen. Kut, ik ben niet in de command room. Nee, dit ga je natuurlijk nooit meer redden. Kut. Ja, even geen tijd voor jullie gezeik. Ga ik het redden? Ik weet niet of ik het red. Yes, oké, nice. Dit is iets. Oh, heel veel zombies en eentje met een vlammenwerper! Fuck. Oké, dit was fucking intens. 286 kills, jongens. Holy shit. Maar er was opeens zoveel aan de hand. Ik had eindelijk die twee power supplies gedaan. Weet je, jullie hebben ook gewoon de video gezien. Ik kan nu wel alles gaan vertellen. Jullie hebben gewoon gekeken. Nou, dankjewel voor het kijken. Volgende keer gaan we even kijken of we dan nog verder komen. Nu waren we in wave, wat was het? 12? Wave 14. Nog nooit zo hoog geweest in dit spel. Kleine V voor Colin.
Grote V voor de zombies. Dankjewel voor het kijken. Vergeet hem niet te liken. En ja, kijk even in de beschrijving. Misschien zijn we op dit moment wel live terwijl je dit kijkt. Kijk in de beschrijving voor de Twitch. En misschien zijn we er wel, maar je weet het maar nooit. Tot ziens!